maakt het wel heel kwetsbaar allemaal in Eindhoven. Ja, ondertussen Feyenoord. Dat werd aangegeven. Ik zei het al in een column. Feyenoord misschien wel de belangrijkste outsider op dit moment voor de titel in de Nederlandse competitie. Daar leek het even niet op in het begin van dit seizoen, maar het gaat steeds beter. Onder andere omdat Leerdam zijn positie is kwijtgeraakt aan een hele jonge speler van 17 jaar, Tony Villena. Ja. En nou ja, Martijn Krabbendam gaat die bijtekenen. Hoe zit dat allemaal met die jongen? Ja, dat is dus de grote vraag. Die onderhandelingen die zijn in volle gang. Ik was vorige week in de Kuip en toen kwam ik toevallig de zaakwaarnemer van Villena tegen. Dat is Mino Raiola. Die was op bezoek bij Martin van Geel. Ja, en de timing voor zo'n gesprek is natuurlijk voor het kamp Villena natuurlijk uitstekend. Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld tegen AZ. En dan moet er verder worden gesproken. Dus ik kan me voorstellen dat de zaakwaarnemer van Tony Villena dat wel gebruikt in de onderhandelingen. Sta je nou in de kamer van Johan Derksen? Zie ik dat goed? Dat zie je goed, maar ik zit niet op zijn stoel. Oh, oké. Nee, want Johan is hier al, dat weet je. Dan moet je oppassen natuurlijk. Maar Mino Raiola, dan schrik ik ook een beetje. Want dat is niet de makkelijkste natuurlijk om daarmee te onderhandelen. Nou ja, het is een zaakwaarnemer die vooral het belang van zijn speler in acht neemt. En hij vindt, en heeft hij natuurlijk wel gelijk in, dat Villena toch wel een contract hoort te verdienen. Wat veel andere spelers bij Feyenoord wel krijgen. Als je kijkt dat de club toch dit jaar heel veel spelers heeft gehaald. In die zin 10 nieuwe jongens. Dat moest ook wel omdat een aantal ook vertrok. Hè. Allemaal belangrijke spelers, basisspelers. Hebben ze opgevangen met veelal transfervrije spelers en wat huurlingen. Maar deze jongens, waarvan wie een groot aantal toch gewoon op de bank of op de tribune zit, verdient een beduidend beter salaris dan wat de jeugd krijgt. Zoals, nu hebben we het over Tony Villena, maar ook iemand zoals Jean-Paul Boetius. Ook een aanstormend talent. Ook gewoon basisspeler. Die is bijvoorbeeld in de hiërarchie Wesley Verhoek voorbij gestreefd. Nou ja, Villena krijgt de voorkeur boven toch gerespecteerde eredivisie voetballers zoals Ruud Vormer en John Gosens. Dus ja, ik kan me voorstellen dat die jongens vinden dat navenant beloond moet worden. En dat ze ja, toch wel qua contract en qua bijtekenen toch kijken naar wat de spelers om hen heen krijgen. En dat ze dat ook wel willen hebben. Ja, hij wordt in januari pas 18 jaar. Is echt een groot talent en heel erg jong. Wat moet hij gaan verdienen dan? Waar praat ik dan over? Ja, ik ken de salarissen natuurlijk niet uit mijn hoofd bij Feyenoord. Maar je moet toch wel denken aan een salaris wat gewoon een gerespecteerde eredivisie voetballer verdient. Kijk, die jongens spelen nu veelal nog voor een jeugdcontract. En dat is dan opgebouwd na gelang het aantal wedstrijden dat ze spelen. Dan komt er steeds weer wat bij tot een bepaalde hoogte. Maar het is dus nog steeds hun eerste contract. En deze jongens die willen dus gewoon gewaardeerd worden voor het feit dat ze in de hiërarchie een aantal spelers voorbij is gestreefd. Dus ik kan me wel voorstellen dat een onderdeel van de onderhandelingen zullen zijn. Maar praat je over 6, 7 ton of zoiets? Nou, misschien iets minder, maar het is wel, ja, wat is het gemiddelde eredivisie-salaris? Iwan weet dat beter dan ik nog, maar dan moet je toch wel denken aan 4-5 ton. Oké, en tot slot nog Ronald Koeman. We hebben het vorige week even over gehad in Voetbal International. Die wil bijtekenen, toch? Zo lijkt het allemaal. Nou, hij heeft het uitstekend naar zijn zin. Koeman laat niet na om dat steeds te zeggen. Hij kan werken op de manier zoals hij dat wil. Hij wordt aan alle kanten gesteund. En ook voor Koeman die onbelangrijk. Hij krijgt waardering. Hij slaagt er voor het tweede jaar op rij. Slaagt hij erin om Feyenoord in de top te krijgen. Nou ja, als je het programma van de club ziet tot aan de winterstop, kan het zomaar zijn dat Feyenoord al zijn wedstrijden wint en dan bij bijvoorbeeld in de top 3 staat. Ja, en dat had toch vooraf niemand kunnen bedenken als je zoveel spelers bent kwijtgeraakt. Het ziet er goed uit in Rotterdam-Zuid. Bedankt daarvoor, Martijn. Jij knikte trouwens bij het